zebra zich een beetje thuis in de woestijn? Ja. Er was een beetje rotsen, maar ik heb het prima naar mijn zin gehad vandaag. Had jij het ook zo koud vanochtend? Ja, maar ik leek wel een ezel in plaats van een zebra. Zo volgeladen, echt een pak ezel. Hier handschoenen, regenpak. Allemaal troep bij van op de boot. Nou, ik snap niet de mensen hier afvallen, want ze vreet jij helemaal vet hier. Dus nee. Dus, Ja, maar het zware komt misschien nog, hè? Ja, nou ja, dat zal ook wel. Maar tot nog toe, ja, is goed te doen. Ik heb het naar mijn zin. Is dat, als je zo heel vol bepakt bent, is het dan extra moeilijk dat rijden of wat dan mee? Nee, het voelt enkel veilig. Net of je zo helemaal zijn airbag bij hebt. Nee, dus, nee dat was is niet zo erg. Ik spreek Jaap van de Kooi net, die zegt, ja, het was vandaag zo verraderlijk. Ja, dat was. Ik heb mijn roadbook, ik was een beetje laat met tanken, was het allemaal druk. Dus ik doe mijn roadbook erin en dat paste er niet helemaal in. Ik denk, nou, maar ja, ik was al te laat, dus ik scheurde hem af, ik plak hem erin. Dus ik heb de eerste 40 kilometer zonder roadbook gereden. Dus ik ben maar een beetje op de sporen en achteraan gehobbeld. En dan, ja, dan is het knap listig als er een keer zo'n scheur in de aardkorst hier. Want het slechtste stukje land hebben ze gewoon naar Marokko gegeven van de hele wereld, volgens mij. Maar het is een puinhoop hier. Je hebt er naar de Mauritanië geweest, zeker? Nee, juist. Zijn die nog slechter verdeeld, ja? Nou ja, dan moeten we daar iets voor verzinnen. Nee, voor mij is het allemaal nieuw, dus ik... ja, mij maakt het dan ook niet uit, hè. Ik kan me eigenlijk ook niet druk om maken om iets wat ik niet weet. Dus, nee, niet zo erg. Succes morgen. Dank u wel.